Dames en heren, daar zijn we weer bij een gloednieuwe Minecraft video in de server natuurlijk. Oh, ik heb lekker lopen grinden hoor. Zoals jullie zien, mijn armor is weer helemaal gerepaired behalve mijn leggings. Want daar zit nog geen mending op, dus dat ga ik er gelijk even opgooien voordat ik het vergeet. Voordat die dingen stuk gaan. Even bij de boekjes kijken. Hier heb ik een mooi mending boekje. Pleuren we dat er gelijk even op. En ja hoor, mending zit erop. Hartstikke mooi, let's go. Oh, wat ben ik lekker bezig geweest in de tussentijd. Echt ongelooflijk. Ik laat gelijk even jullie zien wat ik allemaal heb gedaan. Ik spring hier naar beneden en zoals jullie zien, ja, de val is lang niet zo hoog als de vorige keer. En dat betekent maar één ding. Ja, ik heb gewoon heel veel erbij lopen graven. Kijk eens even aan. Dit is toch insane. Het is inmiddels, even kijken, 1, 2, 3, 4 lagen hoog. Ik kan wel even gauw laten zien hoe ik het nou precies heb gedaan. Voor de mensen die dat nog niet door hadden. Ja, het is in principe heel simpel. Het zijn gewoon allemaal verschillende lagen. En ik heb over van die turtle eggs in het midden. Dat is heel goed voor de zombies. En ik moet zeggen, hij werkt best goed. Het ding werkt echt super goed. Daarom ben ik nu ook level 26. En is mijn gear ook weer helemaal vol. En mijn zwaard ook weer helemaal vol. Mijn pickaxe ook weer half vol. En je moet je nagaan dat ik dit allemaal heb uitgegraven. En dus die pickaxe is nu alweer half vol. Dus dat is super chill. Dus hij werkt super goed. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, op het moment dat ik het opneem, is het zondag. En dat betekent maar één ding, een nieuw eventje. Oh, ik ga dit trouwens ook even helemaal afsluiten. Lekker boeien. Dit kan mooi dichtgemaakt worden. Hoppakee. Maar het is zondag en dat betekent natuurlijk maar één ding, een nieuw event. En we hadden afgelopen week een PvP-event en dat doen we één keer in de twee weken. Dus dit keer is eigenlijk geen PvP-event, maar ook weer wel. En ik ga het gelijk even aan jullie uitleggen. En ondertussen pleur ik even dit allemaal in de kisten. Zo, hoppakee. Ja, ik heb zoveel kisten inmiddels vol. Dit is insane. Al die kisten zitten bomvol met ores en met spulletjes. Zo, ik ben even getp'd naar een andere locatie. Kijk eens even wat dit is. Jullie weten waarschijnlijk al gelijk wat dit is. Dit is een nieuwe arena. Ja, vandaag gaat er weer een soort van PvP-event komen. Alleen dit PvP-event is compleet anders. We gaan vandaag geen PvP-event doen dat iedereen mee mag doen. Nee, het is een 3 versus 3. Daarvan maak ik onderdeel uit natuurlijk. En Jeroen maakt er onderdeel daarvan uit. En daarnaast wel met een randomizer twee random gasten uit ons team gepakt. Dus twee matchen van team rood, twee matchen van team blauw. Compleet random. Ja, we hadden zoiets van, we kunnen ze wel zelf uitkiezen, maar een random persoon is eigenlijk nog veel leuker, want dan weet je niet wat je eraan hebt. Ik weet dus niet of diegene een goede PvP'er is of niet. En we moeten zometeen compleet bloot de arena ingaan. Dus ik moet al mijn spul zo even dumpen, want we krijgen een kit waarmee we vechten, zodat iedereen precies dezelfde loot heeft. Dat maakt het namelijk wel eerlijk. Want als bijvoorbeeld iemand met Iron Gear erin komt, ja, dan is het totaal geen eerlijke competitie. En we gaan tot de 3 spelen. Dus wie het eerste 3 wins heeft, dus niet een best out of 3, maar tot de 3. En dat gaan we dus in deze arena doen. En de staf gaat dus zo 2 random mensen van elk team pakken. Alleen je vraagt je misschien af, ja, wat zit hier nou in voor de rest van het team? Wat kunnen de andere 100 spelers doen die zometeen online zijn? Nou, die kunnen maar één ding doen en dat is aanmoedigen. En hierboven kunnen ze spectaten. Dus iedereen kan hier zometeen boven gaan staan en kunnen ze spectaten. En ze kunnen mij dus gaan aanmoedigen. Team Blauw wordt aangemoedigd waarschijnlijk. Maar het allerleukste is het team wat uiteindelijk wint. Die krijgt een hele zieke prijs. Want als ik nou bijvoorbeeld voor Team Rood win, dan krijgt het hele team de kit waarmee ik zometeen ga spelen. Dus heel Team Rood die krijgt dan diezelfde kit met ziek armor, met een ziek zwaard, met een zieke bow. Ik laat zo meteen de kit even zien, want ik speel er dus zelf ook mee. Dus dat is ongelooflijk sick en dat kan dus enorm handig zijn voor het komende event. Dus ik ben nu weer even thuis. Ik moet eigenlijk even een lege kist fixen. Oh, wacht, die heb ik ook gewoon bij me. Helemaal top. En dan zet ik die gauw even hier neer en dan dump ik al mijn armor hier even in. Alles moet erin. Ja, ik heb nog wel 26 levels. Het zou super zonde zijn als ik hiermee dood ga zometeen. En die kans zit er best wel in, want we gaan dus meerdere potjes spelen. Minimaal 3. Dus hoe gaan we dit even doen? Ik zou nog wel even iets kunnen enchanten, maar ik ben ook weer geen level 30. Dus ik kan er eigenlijk heel weinig mee. Ja, ik zou ook een pickaxe kunnen repairen. Bijvoorbeeld deze pickaxe. Want volgens mij kost het ook wel redelijk wat leveltjes. Even koekeloeren. Nou, we gooien er even 1, 2, 3 in. Zo, kijk, dat kost 18 levels. Nou, dat doen we gewoon hartstikke mooi. Nou, nu heb ik nog maar 8 levels. Kijk, dat boeit al heel weinig. Dus dit is allemaal top. Hebben we die gerepaired. In ieder geval hebben we nog een pickaxe erbij die helemaal full is. Dat is gewoon super chill. Zo, ik heb alles gedumpt. En nu doe ik gelijk even de kit. Kit PvP. Kijk eens even aan. Als ik dan bijvoorbeeld voor Team Rood ga winnen, dan krijgen wij allemaal, dus iedereen van Team Rood, dat zullen er waarschijnlijk wel echt 200 mensen zijn in totaal, die krijgt deze kit. Prot 4 Unbreaking 3. Prot 4 Unbreaking 3. En Prot 4 Unbreaking 3. Het is niet het allerbeste armor, want je kan er ook nog andere dingen op hebben. Kan ook nog natuurlijk overal mending op, maar dat heb je allemaal niet. Dit is dan het zwaard. Knockback 2. Sharpness 5 en Breaking 3. Ook wederom niet het beste zwaard. Maar echt super sick met Sharpness 5. En de bow is Flame Power 5. Puntje 1 en een Breaking 3.
echt super sick. We krijgen 8 golden apples, 2 stekjes aan arrows en natuurlijk eten. Dus ik hoop zo dat ik deze battle ga winnen. Dat ik het ga rechtzetten voor Team Rood. Want bij het vorige PvP event zijn we keihard ingemaakt. Dus ik wil graag iets rechtzetten voor het hele team. Ik hoop echt dat Rood ermee terugkomt op de kaart. Ja, en ik kan het echt niet over mijn hart verkrijgen als Team Blauw dit weer zou winnen. Want dan krijgen ze nog meer armor. Dus jongens, ik heb keihard getraind deze week met PvP. Ik ben er helemaal klaar voor. Zo, ik heb het hele idee even in de chat uitgelegd. Inmiddels weet iedereen wat er dus gaande is en wat er zometeen gaat gebeuren. Oh, en het stroomt vol. Kijk eens. Oh, dit is insane. Kijk, heel Team Rood staat hier. Heel Team Blauw staat daar. En ze kunnen niet oversteken. Het begint nu helemaal vol te lopen, zoals jullie zien. Oh, kijk wie we hier ook hebben. Het is Jeroen. Het is Jeroen. Oké, PvP staat nog niet aan, dus we kunnen elkaar nog niet mappen. Kijk dan hoe vol het hier zit. Dit is insane. Kijk, mijn team staat natuurlijk hier. Ik ga ze zometeen ook even toespreken. Dat ik deze in de pocket heb, dat ik mijn best ga doen. Maar natuurlijk ben ik heel erg afhankelijk van welke twee spelers er ook in komen. Oh, er zijn al 2 getp'd. Oh, ja, ja. 2 van blauw zijn al getp'd. Super nice. Jeroen loopt er ook gewoon niet naartoe. Oh, en dit. Oh, dit. Dude, blok, dude. 999. Ik heb hem wel eens gezien, volgens mij. Ja, en Flame Tiger, die ken ik ook wel. Ik weet niet of ze goede PvP'ers zijn. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij zijn ze beide wel hoog level. Nou, dit is zo spannend. Dit is echt insane. Zij krijgen nu ook zometeen die kit. Ik ga dus met hun spelen. Oké, ik ben nu aan het uitleggen in het teamchat dat wij dus 1 van hun moeten focussen. En dat ik wel bepaal wie dat gaat zijn. Dus ik ga me zometeen op 1 iemand inmappen. Dat kan bijvoorbeeld Jeroen zijn. Alleen ga ik niet, denk ik, als eerste Jeroen pakken. Dat is ook een beetje zielig voor Jeroen natuurlijk. We pakken eerst een speler van hun. Gaan we met z'n 3 focussen totdat die gast neer is. En dan pakken we iemand anders. Yo, ik ben ze helemaal aan het ophypen. Geweldig. Ik zat dus mooi in de chat te zeggen van ja, vorige week hebben we verloren. We moeten iets recht zetten en we gaan het ook doen. Oké, ik wil denk ik als eerst op grote jongen focussen. Omdat hij denkt dat hij een grote jongen is en dat is hij helemaal niet. Ik zeg het ook mooi in de chat. Oké, we focussen eerst grote jongen, oké? Oh joh, mijn hart gaat helemaal tekeer. Want er kijken gewoon 100 mensen mee. Hoe insane is dit? Ja, er zijn meer dan 100 mensen online. Dus iedereen is bijna hier. Oh, dit is zo insane. We moeten iets recht zetten voor Team Rood, jongens. Dit moet gewoon gebeuren. Oké, we moeten nog een minuut wachten. Dit is zo insane. Dit is echt insane. Oh my god. Ik krijg zoveel succesberichtjes in de chat. Ik ben echt zenuwachtig. Maar moet je aan deze gasten denken? Ik bedoel, ik ben ook nog aan het opnemen. Dus ik ben wel wat gewend. Ik denk dat ze helemaal kapot gaan van de spanning. Oké, het gaat bijna beginnen als het goed is. Waar zitten ze van Team Blauw? Zitten ze nou al te verstoppen? Wat is dit? Oké, ik ben heel erg benieuwd, jongens. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oh, 10 seconden! 10 seconden, jongens! Woe! Oké, ik ga niet gelijk mijn golden apples poppen. Ik ga ze bewaren, net als bij het vorige PvP-event. Dat ging best wel goed. Oké, we gaan, 3 seconden. Oké, 2 seconden. Oh, 1 seconde. Ja, dan gaan we dan! Let's go! Oké, eerst op die andere. Je moet eerst op die gasten achter. Eerst op die gast ertussen. Eerst op die gast ertussen. Ja, eerst op die gast ertussen. Die moeten we focussen. Die moeten we focussen, jongens. Die moeten we focussen. Hier, deze grote jongen. Hij staat een beetje op afstand. En dan gaan we, dan. Grote jongen. Ah, wat gaan ze nou bouwen? Wat gaan jullie nou bouwen, jongens? Wat ga je naar bouwen? Oké, ik word echt ziek hard geraakt. What? Dit is insane. Heb ik mijn armen wel aan? Zij willen bouwen, dan gaan wij ook bouwen. Woe! Kijk, ik zit er niet echt lekker in. Dat merk ik nou al. Het begint slecht. Ik heb nog bijna niemand geraakt. Maar daar komen we al, We gaan focussen op hem. Focus op hem. Ja? Oké, Jeroen komt ertussen. Jeroen, wat zit je nou je team te beschermen, joh? Kom op, man. Even branden. Kom op. Ah, oh, waarom mis ik hem nou? Dude, waarom mis ik nou? Wat is dit? Oké, gaan we even eten. Goed op mijn HP letten. Erg belangrijk natuurlijk. Kijk ze dan. Oh, ze staan gecoördineerd samen. We komen er moeilijk tussen. Jeroen, weg jij. Weg, Jeroen. Oké. Even appeltje. Ik neem appeltje. En dan gaan we, Ja, dan pakken we Jeroen. Hè? Doen we dat. Oké, op de grote jongen. Op grote jongen. Die zouden we eerst focussen. Dan gaan we. Eerst op grote jongen. Come on. Ah, ze zitten met z'n 3 op mij. Jongens, wat doen jullie? Nee. Ja, Jeroen, ik zet jou lekker in de fik. Jij staat niet bij het water, hè, vriend. Ik denk dat Jeroen de pijp uit gaat, of niet? Oké, ja, iedereen zit ook aan de golden apples, dus het zal me wel meevallen. En dan moeten we, grote jongen staat hier. Hij staat een appeltje te eten. Kom op. Crit hits. Let's go. Crit hits. Ah, daar komt die andere gast. Kom op. Crit hits. Dit is insane. Kom op. Oké, ik zit vast. Ja, mijn team, kom helpen. En grote jongen. Waar is grote jongen? Grote jongen. Nee, dit is niet grote jongen. We zouden eerst grote jongen focussen. Waar is hij? Daar is hij. Ja, nice. Hij staat te branden. Ja, nice. Oh, hij mist. En daar gaan we weer. Ho, let's go.
Let's go. Kom op, jongens. Eén iemand focussen. Eén iemand focussen. Hij wordt kapot gemaakt. Let's go. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Neem je golden appeltje, vriend. Neem je golden appeltje. En we laten hem branden. Wat? Oké, die ging blijkbaar naast. Oh, hij mist. Hij blijft missen. Hij blijft missen. Oh, hij moet neer. Hij moet neer. Oh, hij is weer terug. Hij is weer terug bij zijn team. Dat vind ik naar. Oké, grote jongen. Grote jongen. Grote jongen weer. Hoppakee. Twee keer geraakt. Hij heeft mij ook geraakt, helaas. Oké, we worden veel gedamaged. Ik ben ondertussen even lekker aan het healen. Ik neem mijn golden apples niet. Ik bewaar ze. Oh, ik word ziek had geraakt. Oké, ik neem hem nu. Ik neem hem nu toch. Ik ga bijna dood. Dit is insane. Ja. Oké, ik moet helpen. Ik moet helpen. Ik moet springen en ik spring bij. Ik spring bij. Kom op. Ik spring bij. Ja, ik moet helpen. Ik moet helpen. Kom op. Oh, Jeroen. Kom dan, hè. Jeroen. Oh, ik sla letterlijk met mijn boog. Are you kidding me? Oké, weet je wat? We focussen Jeroen op. Hop. Tak. Krits. Oh! Oh, Jeroen. Jeroen, daar ga je, jongen. Oh, daar gaat hij. Ja, dit is na. Dit is al. Daar is hij weer, hoor. De grote jongen. Kom op. Map hem. Ah, dit is insane. Ze krabbelen steeds weer terug. Dat is ook wel logisch, natuurlijk. Oh, wat wil je? Wat wil je nou? Hoppa. Oh, en ik word weer geboot. Ja, dat is het nare aan de 3 versus 3, jongens. Super na. Je kan steeds terug blijven krabbelen. Hoppakee. Ik snipe je mooi even langs. Hoppakee. Ik raak ze constant. Hoppakee. Kijk eens even aan. Dit doet ze pijn. Oh, Jeroen. Ik raak ze allemaal. Ik heb een perfect plekje. Hier. Kijk dan. Hoppa. Doei, Jeroen. Oh, Jeroen wordt zo vaak geraakt. Dit is insane. Oh, wat nice. Oh, daar gaat hij weer. Zo, die boos doet damage, hoor. Eerlijk. Dit is ziek, hoor. Die boos doet echt veel damage. Ik moet even heel goed opletten op mijn HP. Er is nog niemand dood. Dat verbaast me echt best nog wel. Want ik ben al bijna een paar keer echt doodgegaan. Dan let ik niet goed op mijn HP. Oh, daar komt Jeroen weer. Hoppakee. Ja, jongen, Jeroen. Oh, hij raakt mij ook helaas. Oké, even op afstandje. Even hier. Even eten. Heel erg belangrijk. Ik moet blijven healen. Oh, jongen. Dit is voor het hele team. En besef, dit is voor het hele team. Dat arme wat we krijgen. Hoppakee, Jeroen. Oh, Jeroen. Wat word je weer lekker gesnuift, jongen. Oh. Ik sta weer in de fik. Hier word ik veel geraakt. Oh. Hoppakee. Nice. Oh, ja. Ik word weer geraakt. Oké, jongens. We moeten in attack gaan. In attack. Oh, ja. Ons teammate gaat ook al in attack. Nice. Oké, grote jongen wil ik eigenlijk weer focussen. Ja, nice. Die gast gaan we weer focussen. Kom op. Hup. Kom op. Ja. Hit die gast. Nice. Kom op. Met z'n allen op één. En hij sprint weer weg. Hij is weer low, hoor. Ik weet het zeker, jongens. Hoppa. Kom op. Hit die gast. Ja, dan komt die natuurlijk weer. Ja, grote jongen. Ja. Kom op. Ja. Kom op nu dan. Kom op. Nee, hij heeft weer een golden apple genomen. Zo naar is dat. Nee, niet met je. Ja, ik heb hem. Ik heb er één. Let's go. En nu pakken we deze. Gelijk deze. Hoppakee. Let's go. Daar ging hij al. Hoppakee. Oh, wat is dat heerlijk. Op één focus, jongens. Dat is the way. Op één. Eén persoon. Kom op, deze nu. Zet hem in de fik. Even in de fik. Dat is heel naar. Even in de fik. Ja, kijk, dit is heel naar van hem om te vechten. Kijk eens even aan. Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Hij staat weer in de fik. Hij kan niet snel lopen. Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Oh, nu gaat hij de pijp uit. Hij gaat nu sowieso de pijp uit. Let's go. Ik heb al mijn golden apples al. Ik gebruik ze niet. Kom op, let's go. Hoppakee. Nice. En nog een keer nice. Ja, hij gaat er sowieso vandoor nu, jongen. Je gaat er vandoor. Waar is trouwens Flame Tiger? Hij moet ons eigenlijk nu helpen. Maar ja, die is natuurlijk in gevecht met Jeroen of zo. Ik neem gewoon even een golden apple. Ik heb toch genoeg. Hoppakee. Nice. Kom op. Hij gaat de pijp uit. Ah, Jeroen, ga nou even weg. Jeroen, jij bent als laatste. Je bent voor mij, jongen. Woe. Oh, de crit hits zijn insane. Focus die gast. Hij gaat bijna dood. Hij is sowieso bijna dood. Kom op. Hij raakt ons bijna niet eens. Ja, daar gaat hij dan. Kom op. Let's go. Hop. Come on. Let's go. Ja. Oh, wat nice. Oh, ja. Kijk. Oh, wat doe ik nou? Ik sla weer met mijn boog. Waarom doe ik dat? Kom op. Crit hits. Hij gaat. Hij moet bijna dood zijn. Come on. Hop. Kom op. Ga nou dood. Ja, hij is sowieso bijna niet. Hey, oh, dat was een golden apple. Sowieso was dat een golden apple. Hier, ik hou Jeroen lekker op afstand. Hop. Oh, Jeroen. Dit is echt even die 1v in, hè. Die is echt even die 1v, Jeroen. Kijk ons in die 1v1 dan. Kijk ons in die 1v1. Hoppakee. Oh, Jeroen, daar ga je dan, jongen. Daar ga je dan. Woe.
Kom op, daar gaat Jeroen. Daar gaat Jeroen. Kom op. Jeroen moet afgemaakt worden. Jeroen moet afgemaakt worden. Come on. Oh, come on. Oké, even één keer bouwen. Nee. Waarom raak ik hem niet? Hoppakee, Jeroen, dan kom je weer. Kom maar weer, jongen. Kom maar weer, jongen. Hoppakee, daar gaat hij weer. Hoppakee, en hij staat weer in de fik. Hij staat weer te branden. En we gaan wel op Jeroen focussen, hoor. Dit duurt me echt te lang, dit. Oh. Ze missen alles met een boog. Kom op, Jeroen, ga nou dood. Hoezo gaat Jeroen niet dood? Kom op, ga nou dood. Ja, ga dood. Ga je nou boos spammen, jongen? Ga je nou boos spammen? En hij brandt weer. Oh, en ik raak hem constant. Oh. Nee, die raakte ik. Ik moet echt even eten trouwens. Ik let totaal niet op mijn voet. Kom op, dit is één van de dood. Het is zo chill dat hij dood is. Want we hebben nu zo'n dik voordeel daarmee. Ik denk dat we nu ook gewoon gaan winnen daardoor. Kom op, even Jeroen in de fik weer. Ja, let's go. Even nu branden, Jeroen. Kom op, het eerste keertje klaar toch, jongen. Waarom duurt het zo lang? Oh, hij heeft geen golden apples meer. Sowieso heeft hij geen golden apples meer. Hij heeft sowieso geen golden apples meer. Hoppakee, ja, hij gaat sowieso dood. Kom op, Jeroen. Kom op, Jeroen, jongen. Hé? Komt deze gast er even tussen. Komt hij zich er even mee bemoeien. Gozer, wat is dit nou? Ik neem even een golden appeltje. Die even nemen. Hoppakee. Ja hoor. Oh, wat ben jij irritant. Hoppakee. Nou, gaan we even zo doen. Even, hij moet gewoon even als eerste dood. Kom op. Ja, kom op. Kom op. Kom op. Nee, hij heeft nog een golden apple. Kom op. Nee, hij leeft weer. Hij is een springleven, hoor. Deze gozer. Oh, hij eet weer. Dat is misschien een slecht teken voor hem. Ik wil nooit eten tijdens een battle. Hoppakee, even in de fik. Hij denkt waarschijnlijk ook van, waarom eet jij trouwens nooit? Waarom hoef je niet te eten? Oh, hij heeft weer een golden apple. Ja, kijk, zijn golden apple gaat wel op. Kom maar. Ik ga bijna de pijp uit. Oké, ik neem ook even een golden appeltje. Hij doet het goed, hoor. Hoppakee, nice. Oké. Ik denk dat die gast bijna... Hij gaat bijna, of niet? Gaat hij niet bijna? Ik denk dat hij ook door zijn golden apples heen... Hij heeft er nog één? You kidding me, bro? Ik denk dat dit echt zijn laatste is. Hij heeft er net drie genomen in die fight. Ik heb maar één genomen zelf. Oh, mijn arrows erop. Nee! Niet mijn arrows! Natuurlijk, ja, we hebben maar twee stacks in totaal. Kom op, ga nou dood. Ja, daar gaat zijn helm! Ja! Kom op, hij is bijna neer. Oh, Jeroen is ook dood. En de laatste... De allerlaatste, die gaat ook dood. Kom op. Ja, die gaat sowieso ook dood. Waarom kan ik niet sprinten? Waarom raakt hij mij? Ah! Kom op, hij is bijna neer. Sowieso is hij bijna neer. Kom op. Ja! Let's go! Woehoe! Oh, wat nice. Dude, dit was zo insane. We gaan nu sowieso zonder golden apples doen de volgende. Want dit was niet normaal. Oh joh, heel team rood gaat los in de chat. Insane. Lekker gedaan jongens, echt heerlijk gestreden. Ja, zo te zien vinden mensen dit ook echt een mega leuk event. We gaan nog twee battles doen. Ja, of dus misschien nog meer. Kijk, ik bedoel, als team blauw nu wint, dan moeten we sowieso nog eentje erbij doen. We gaan nu zonder golden apples doen, dus het kan nu echt heel snel voorbij zijn. Echt super snel. Zo, ik heb mijn inventory ook even gecleared. Ja, je bent verslagen. Maar het is er niet voorbij. We gaan dus tot de drie. Iedereen wil nu zo graag meedoen. Echt insane. Oh, kijk, dit is nu mijn nieuwe teammate. Bunny or Rabbit. Ik ken hem niet. Ik denk ook dat het een nieuwe speler is. En ik weet niet wie die andere is. Loopt er nog wel iemand rond? Oh, Jeroen, ga nou even weg. Ga nou niet zo treurig doen. Doe nou niet zo treurig. Oké, ik heb de kit weer opnieuw. Ik trek het gelijk even allemaal aan. Zonder golden apples nu natuurlijk. Wel erg belangrijk. Mijn arrows waren op een gegeven moment ook op. Dat is wel echt wel belangrijk om te weten. Want nu mijn strategie is om echt veel de boot te gebruiken. En op één persoon. Want je hebt dus geen golden apples. En ik zag net al hoeveel damage het deed. Dus dat is echt insane. Dus ik denk dat deze battle nu super snel voorbij is. Het kan echt heel snel klaar zijn. Ik ben benieuwd wie de tweede teammate wordt. En volgens mij zie ik ook nog niemand van blauw. Dus ik denk dat ze echt met die randomizer druk bezig zijn. Het duurt ook even om al die namen steeds weer bij te vullen en dergelijke. Oh, er komt iemand van team blauw. Dat is Blocksteen 7. Oké. Ken ik ook niet. Dus ik denk ook dat hij nieuw is. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Waar is mijn andere teammate? En waar is die laatste van blauw? Ik denk dat die er nu aankomen. Oh, er zijn twee van blauw. Die andere is Keanu nog wat. Die ken ik ook niet. Oké. En de kalkoenman zit bij mij ook. Die ken ik verder ook niet. Geen idee wie dat is. Maar jongens, we gaan het doen. We gaan het beste ervan maken. Oké, wie gaan we nu focussen? Dat werkt op zich al goed. Focus, blok, steen met je boog. Oké, we gaan op blok, steen.
Oké, Jeroen zit ook even naar zijn teammates te kijken. Waarschijnlijk kent hij ze ook niet. Ik ken ze ook niet. Dit is echt gewoon random. Ja, er zijn natuurlijk ook zoveel mensen online. Dus echt iedereen kan het zijn. Wacht, zijn we al oprecht al begonnen? You kidding me? Ik weet... Ja, ik heb helemaal geen countdown gezien. Zijn we al begonnen? Volgens mij zijn we al begonnen, jongens. Volgens mij zijn we al begonnen, of niet? Oh nee, we zijn dan niet begonnen, of wel? Zijn toch gewoon nog niet begonnen? We zijn nog niet begonnen. Ik zou net zeggen, ik heb geen countdown gezien. Oké, dan gaan ze weer. Ja, de countdown moet nog komen. Ik dacht al, wat beginnen ze te schieten? De PvP staat nog uit, joh. Oké, we gaan dus op Blocksteen focussen. We gaan hem gelijk afknallen. 10 seconden nog. Ik ga even aan zijn kant staan. Die gozer, hij loopt ook al een beetje te verstoppen. Oh nee, hij staat daar. Hij staat ertussen. Oké. Kunnen we beginnen? 5. Oké, 4. Blocksteen. Wat is zijn skin? Moet zijn skin even goed onthouden? Yes. 2, 1. Oké. Blocksteen, kom maar. Oh, die was mis. Oké, dat was raar. Oké, Blocksteen, jongen. Kom hier dan, hè. Kom op. Ah, ik mis hem weer. Kom op, dude. Hoezo raak ik hem niet? Kom op. Nu dan. Nee, wat? Ja, oké, ik raak hem. Nice, let's go. Oké, let's go, dan gaan we. Oké, there we go. Oh, ja, en oeh, ja, kom op, ja, nog een keer. Oh, daar gaat hij al. Kijk, hij is nu al low. Ik ga er denk ik gewoon op in, ik wil er zo denk ik echt op in. Maar ik moet zelf ook oppassen, want ik kan moeilijk engageen. Dat gaat lastig. Oh, wat? Hoezo raakte ik die niet? Ja, ze gaan gelijk verstoppen. Dat is zo... Oh, hij staat hier alweer inmiddels. Oké, even rustig aan. Oké, even ertussen. Oeh, ja, hij is weer geraakt. Oh, wat nice. Oh, kom op. Oké, je moet wel echt op die Blocksteen focussen, jongens. Ik heb echt al flink wat shots geraakt. Dat is super nice. Oeh, die was ook close. Kom op. Even ernaast. Jump shots. Kom op. Ja, ik heb hem weer geraakt. Kom op. Nog een keer. Oh. Hoeveel HP zou hij nog hebben? Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat hij ondertussen ook een beetje verstopt. En dan gaan we weer. Weer geraakt. Ik blijf hem raken. Oké, zijn team laat hem een beetje achter. Ik ga erop in. Oh. Zie hem roteren dan. Ja, Jeroen, wil jij als eerste dood? Dat kan ook. We kunnen jou ook als eerste afmaken. Kan ook. Dus even eten. Erg belangrijk. We gaan niet gelijk in fight blijkbaar. Oh, ik word hier gefocust. Oké. Oh, nee. Oh. Ze missen. Hey! Oeh, Come on. Dit gaat snel. Mensen gaan snel dood. Kom op. Hoppakee. Arrows ontwijken. Hij mist toch. En nice. Komt nog iemand. Kom op, Jeroen even weghalen daar. Ja, die blok doet. Kom op. Hoppakee. Nice. achter het paaltje zo. En weer door. Oké, hoe low zou hij zijn? Ik weet het niet. Come on. Hoppakee, 2 keer geraakt. En dan gaan we. Daar gaat hij. Kom op. Hij moet dood. Hij moet neer. Kom op. Hoe low is hij? Hoe low is hij? Hij is super low. 100%. Ik weet het zeker. Kom op. Hij is zo low. Kom op. Ik skip Jeroen gewoon. Ik loop letterlijk langs Jeroen zowat. Maar hij moet dood. Deze gast moet dood. Ja, oh, ik raak de verkeerde. Kom op, ja. Focus hem. Nee. Oh, nog een keer. Oh. Gaat dit een bowkill worden? Hoe? Ja, is dit. Ik heb hem geraakt. Ik raakte zelfs die laatste nog. Oh, wat sick. Ik zei toch, die bowkill doet zoveel damage in omdat je geen golden apples hebt. Dus die bowkill kan je al echt al, die bowkill kan je al zo makkelijk doodmaken. Oké, nu deze gelijk. Gelijk deze. Oh, daar gaan we dan. Oh, wat lekker dit. Ik zei toch, dit gaat werken. Oh, en deze ook hier. Hoppakee, je moet gewoon goed kunnen mikken. Hoppakee, hij gaat ook de pijp uit. Sowieso. En mensen zeggen boospam, maar dat is niet zo. Boospam is als iemand heel dichtbij je staat en als hij niet dichterbij komt. Oh, wat is dit nice. Waar zit Jeroen? Is hij al dood? Is Jeroen letterlijk al dood? Waar is hij? Oh, nee. Wat? Oh, is Jeroen al dood? Oh, hij is al dood. Dat heb ik niet eens doorgehad, joh. What? Oh, deze was echt sick, hoor. Ik raakte die blok, doet echt tak. En hij was gone. Oké, er worden weer 2 nieuwe random mensen gekozen. Ik ga mijn inventory weer even clearen. Let's go. Oh, no way. Het is mijn broertje. Wow, dude. Dat is insane. Hoe toevallig. Er zijn 100 mensen al en mijn broertje staat er gewoon naast me. You kidding me? Oh, wat geinig. Dit is echt geniaal. Ik ben benieuwd wie de enemies gaan worden. Geen flauw idee. HVA. Oh my god. Nee, dit is niet leuk. Dat is echt volgens mij hun beste speler. Hoe toevallig is dit? En wie is dit? Dit is DS I'm Fabi fan. Oké, leuk.
Leuk jongens, hartstikke leuk. Oh, dit gaat een spannende match worden hoor. Dit gaat een spannende match worden. Die HVA is volgens mij echt level 65 of zo. En de Mika ken ik niet. Geen flauw idee wie dat is. Oké, ik pak mijn kit weer. Ik trek hem gelijk aan. Zo, hoppakee. Zo. Oké, wie gaan we focussen? Ik zit echt te denken dat ik die HVA als eerst wil focussen. Puur omdat hij de sterkste is, denk ik. Verwacht ik, weet ik niet zeker. Oké, nou daar is Jeroen ook weer. Oh ja, ik denk dat Jeroen er doorheen zit. Kijk hem daar staan. Hij zit er waarschijnlijk doorheen. 10 seconden nog, daar gaan we. Als we deze winnen, krijgt heel Team Rood die kit. Ik ben echt heel erg benieuwd, maar dit gaat lastig worden, want ze hebben HVA, zie ik. En die gast, die is echt een no-liver, zover ik weet. Oké, ik ben benieuwd. We gaan dus op hem focussen. Oh. Oké, iemand van ons is geraakt al. Kijk, hij begint al gelijk te bouwen. Oh, hij is ook geraakt. Top. Even daar overheen. Ik wil zelf niet geraakt worden. Graag dat niet. Hoppakee. Oké, hij staat er rechts. Ja, hij staat er rechts. Kom op. Please, raak hem. Come on, bro. Even, wat gaat hij doen? Ik wil die HVA raken. Oh, die was nice. Oh, ze pieken daar steeds, of niet? Piek ze daar steeds? Oeh, kom op. Oeh, come on. Oh, nee. Oké. Let's go. Oh, no. Oh, dat was een hele nice sniper. Oké. Dit is spannend, hoor. Kijk dan, joh. Ik ben al 2 keer geraakt. Oh, dude, die arrows vliegen echt om mijn oren, joh. Dit is insane, joh. Oké, we kunnen voor een flank gaan of iets in die richting. Oh, ik raak gewoon iemand. Wat? Ik zag hem letterlijk niet eens staan. You kidding me? Ja, ik zie hem niet eens. Oh, daar gaat er iemand achterlangs. Ik kan ook even stiekem hier naartoe sneaken. Let's go. Stiekem hier omheen kijken. Staat iemand achter? Nee, ze staan hier niet. Oh, ze zijn in... Oh, we roteren gewoon helemaal. Iedereen roteert. Oké, HVA staat er rechts. Hij staat er rechts. Oh. Kom op. Ja, nee. Woe! Oké. Ja, hij is geraakt. Nice. Ja, we moeten hem blijven raken. Kom op. Op de meeste rechter, jongens, op HVA. Oké, daar gaat Jeroen weer. En Jeroen, weg. Oké, arrows ontwijken. Ja, top. Oké, nice. Waar is die HVA? Want we focussen... Oh, we zouden op hem focussen, jongens, op HVA. Als hij dood is, dan winnen we. Denk ik, weet ik niet. Geen flauw idee. Let's go. Ja, nice. En loop maar, jongen. Oh, ik raak ze zo vaak. Dit is insane. Kom op. Ja. Oké. In het water gauw. Woe, let's go. Nice. Oké, ik probeer weer iets van een flank op te zetten of zo. Nou, ze gaan er nu wel in, hoor. Mijn team gaat erin. Goed om te zien. Kom op, raak hem nou. Nee, ik mis hem weer. Kom op. Nee, hoezo mis ik hem nou ineens van dichtbij? Ja, oké, top. Hij raakt mij helaas ook. Gauw in het water. Ik vind dat vuur mega hinderlijk. Hoppakee, nice. Oké. Oh nee, weg hier. Oké, ja, ze zitten met z'n drieën. Ze zitten op een kluitje, jongens. Heel naar is dat, heel naar. Nu word ik vaak gesniped. Is niet chill. Is echt een sicker bovenuit, hoor. Ik moet toch wel wat arrows overhouden. Ik mag ze niet allemaal kwijtraken, natuurlijk. Ja, ik word echt vaak gesniped. Heel vaak zelfs. We moeten ze opsplitten. Dat is zo belangrijk nu, om dat even te doen. Pak die arrows even op die hier liggen. Hier zit er ook eentje. Hoppakee, daar ga je al, jongen. Oké, dan pak ik deze wel, jongens. Oh, ik moet even eten. Erg belangrijk nu. Zo, en dan kunnen we de fight ingaan als we willen. Oh, nee. Ik sta weer in de fik. Het is weer zover. Come on. Oh, nee. Yo, dude, kijk hoe low ik ben. Ik ben solo. Oh my god. Ik ben solo. Kijk, dat bedoel ik dus met die boog. Dit is insane. 1 shot en ik ben denk ik weg. Naar 1 shot. Absurd dit. Dit is absurd. Oh, oké. Gauw eten. Want ik moet blijven regen. Ik ben echt low. Zo, het duurt lang voordat je regent. Daarom, als we op 1 persoon blijven focussen. Oké. Gaan we weer een beetje in de aanval. Even eten. Want ik ben nog steeds niet full. Oké, dan gaat die HVA daar rechts. Oh, via de rechterkant. Ja, nice. En nog een keer. Ja, hij vlucht. Oké, ik ga daar naartoe. Let's go. Oh nee, andere kant gesnipt. No. Oh, hij komt hier. Ja, oké. Kom op, we slopen hem. Let's go. Daar ga je nou, jongen. Oké, en even 1 arrow drop, even gauw eten. Mijn team is hier. Nu. Maak hem af. We moeten echt nu vol in aanval. Wat? Hij is ziek hard gebeukt door het water. You kidding me? Even een arrowtje erop. Wat? Hoe kan dat? Hoe? Wat? Ik heb dat nog nooit gezien. Oh, nu ben ik. Nu focussen mij. Wat? Hoe kan dit? Hoe dan? Dude, dit is insane! Hoe kan dit? Ik heb dit nog nooit gezien! Jongens, Team Rood, help me! Dit is hectisch! Hij is nog steeds zo gebeurd, dit meen je toch niet? Oh nee, ze zitten hier weer met z'n allen. Arrows ontwijken, let's go. Kom op, heen en weer. Kom op, oké, we ontwijken alles, helemaal top. Ik dacht echt even dat ik dood was. Oké, we gaan er weer op af, jongens, let's go. Daar is Jeroen.
Oh, daar is Jeroen. Come on, let's go. Oh, nice. En nice. En nice. Oh, wat is dit heerlijk. Kom op, ik moet dit winnen voor Team Rood, jongens. We moeten dit voor Team Rood winnen. Ja, nice. Ook geraakt. En... Kom op, HVA, jongen. Oh, hij staat weer. Hij zwemt niet meer over de map. Oké, okay, top. Geraakt. Oh, ik ben is ook in de fik. Jeroen raken, die zit ook een beetje te boven de hele tijd. Wat? Hoezo was die mis? You kidding me? Kom op, raak hem jongens, raak hem jongens. Kom op, ik heb geen zin om te eten. Ja, 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 ja! Kom op! Nee! Ja, 1, 2... Nee, 1 error waarschijnlijk. Nee! Oh, nee, kom op, dude. Hij is zo... Kijk hoe low ik ben. Ja, kom op. Hij is sowieso low. Hij is sowieso bijna dood. 100%. Die gast moet bijna dood zijn. Kan niet anders. Kan niet anders. Ik heb hem daar zo vaak geraakt. Ik heb hem daar zo vaak geraakt. Hij moet low zijn. Hij moet low zijn. Ja, kijk. Hij vlucht ook. Hij vlucht ook. Hoppakee. Nice. Gaan we dan. En hoppakee. Hoppakee. Gaan we dan. Oh, kom op. Deze arrow fight. Come on. Come on. Come on. Kom op. Woe. Woe. Even eten. Ik moet ook even zelf blijven eten. Die gast is zo ongelooflijk low. Come on. Ja, jongens, kom op. We moeten hem nu echt pakken. We moeten hem nu echt pakken. Ik ben er helemaal klaar mee. Oké, ik snijp Jeroen er even lekker door het raampje heen. Oké, Jeroen, naar jij, jongen. Naar jij. Dan bij. Is goed, jongen. Dat is goed. Oké, HVA. Boeit mij even helemaal niks meer. Ik moet die gast hebben. Ik moet die gast hebben. Hij is zo low. Nou, misschien is hij inmiddels al lang geregend. Ik weet het niet. Ik denk dat mijn arrows ook bijna op zijn. Kom op, 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 kom op. Ik moet deze gast. Ik moet deze gast hebben. Ik moet deze gast hebben. Ik moet deze gast hebben. Kom op. Deze gast, deze gast. Deze gast. Kom op. Kom op. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Kom op. Hij is zo low. Hij is zo low. Daar gaat hij weer. Gaat hij weer. Kom op. Hij eet weer. Hij eet weer. Dat is niet de bedoeling. Kom op. Pak hem nou. Pak hem nou. Pak hem nou. Kap nou. Ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben. Hoe low is hij? Kom op. Hij is zo low. Hij is sowieso vet low. Ja. Hit. Hit. Oh, ik ben zo... Ja, eindelijk! Oh, nice. Dat was echt zo'n dikke focus. Sorry ervoor. Maar we moeten op 1 eerst. En als we eentje hebben, dan gaat de rest wel volgen. Oké, nou ben jij voor mij, jongen. Nou ben jij voor mij. Nou ben jij voor mij, vriend. Hoppakee. Kom dan. Kom dan. Hoppakee. Nice. 2 hits. 3 hits. Oh, die was mis. Oké, hij is hier achter. Ik moet zelf ook even eten. Kom op. Hoppakee. Nice. Tak. Gaat hij weer. Nice. Klim maar lekker waar je heen wil. Hij gaat eromheen. Ik pak hem. Ik snij hem mooi af hier. Hoppa. Oh, waar is hij nou? Hij loopt door. Hij loopt door. Kom op. Ah, Jeroen! Je kan je teammate niet helpen, jongen. Je kan je teammate niet helpen. Hij is van mij. Hoppakee. 1 en... Oh, nice. Die ging ook gewoon raak. Ah, oh, dit is zo naaf hem. Hij gaat sowieso neer. Hoppakee. We pakken hem. We pakken hem. Hij is klaar. Hij is klaar. Hij is bijna dood. Let op. Een paar tikken. En dan is hij weg. Een paar tikken. Oh, Jeroen, die helpt hem wel, hoor. Hij helpt hem wel, hoor. Kom op. Pak hem. Hij is zo close. Hij is zo close neer. En nog 1 arrow shot. Maak hem af met de arrow. Oh, kom op. Kom op. Ja! En nu is hij klaar, of niet? Is hij klaar? Is hij klaar? Ja, hij is klaar. Hoppakee, het is done. Jeroen, het is done. Team Rood, die krijgt die kit. Team Rood, die gaat die kit krijgen. Oké, ik ga nog 1 keer eten en dan finish hem af. Ik ga hem met het zwaardje finishen. Het is klaar, Jeroen. Het is klaar. En oké, nog een keer hit. Nog een keer hit. En... Wat? Die was een miss? You kidding me? Oké, met het zwaard, jongens. Met het zwaard. We gaan hem niet met de boog afmaken. We maken het goed af. Als een man tegen man. Of ja, man tegen 3 man eigenlijk. Ja, en dan, hij geeft het op. Hij geeft het op. Oké, GG's. Ongelooflijk, jongens. Woe! Oh, dit is insane. Dit is insane. Oh, dit is niet normaal. Oh my god. We hebben het gewoon gewonnen. Alle 3 de rondes hebben we gewonnen dit keer. En dit betekent maar 1 ding. Heel Team Rood krijgt de kit. Heel Team Rood gaat het krijgen. Oh, dit is insane. Goed gespeeld, iedereen. Echt insane. Oh, wat was dit heftig, joh. Ongelooflijk. Iedereen krijgt Prot 4. Oh, wat lekker. Oh, wat sick dit. Wat sick. Oh, yo, ik zweet helemaal. Dit is echt niet normaal. Ik moet nog wel even mijn inventory clearen. Zo, hoppakee, gecleared. Oh, wacht eens even. Ik heb nog verkeerde armor aan. Ja, dit moet ik nog even clearen natuurlijk. Zo, clear. Trek weer mijn originele pakje aan. Hartstikke mooi. Pak weer alles erbij. Woe, dit was in ieder geval de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. De volgende aflevering gaan we weer lekker door met de survival. Gaan we weer leuke projecten maken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Er zijn weer whitelists beschikbaar. Dus haal die gelijk even. De link staat in de beschrijving. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.